Dinsdag 8 november 2010. De bemuurde zuidoostzijde bij de Weertsluizen. Vanmorgen is een klein brandje geweest bij Le Pascha, waar jullie al eerder beelden van hebben kunnen zien. Op het ogenblik zijn de ramen zijn dichtgetimmerd, er zitten stukken hout voor. Er zijn erg veel mensen en ik neem aan dat ze niet... Je moet tussen me vragen. Ik ben mezelf aan het filmen. Ja, maar luister naar mij. We zijn Marokkaan. Ja. Je weet dat de Marokkaan wil gaan doen. Het is veel Marokkaans en we niet komen bij deze. Ik moet toestemming mijn vraag. Ik film mezelf niet, ja, maar moet toestemming mijn vraag. Jij ben je... Als ik u zou willen filmen, luister, zou ik toestemming vragen. Luister mij. Ja? Toen, s'morgens je bent hier. Ja. Toen politie met hier en zo, je bent gedaan. Wat nog meer? Toen had ik niet een echte camera bij me. Alsjeblieft, ga maar weg, alsjeblieft. Dat is mijn zaak, ga maar weg. Oké, ja? Dat is prima, meneer. Ja, ik ben alleen mezelf van... Ja, maar toch niet hier in de buurt. Kijk, gewoon bij ergens anders, toch? Dat is goed. Ja, is prima. Nou, jullie horen, ik word verzocht om hier niet te filmen. Dat was de eigenaar van de zaak, als ik het goed begrepen. Ik moet aan de overkant gaan staan of zo. Nou, dat gaan we doen. Dat is geen probleem. Geen probleem. Inderdaad, vanmorgen was er politie bij. Toen zei ze niks. Dus, van de andere kant dan maar. Dan moet het zo. Is het? Niet leuk. Er zit weinig anders op. Het is Le Pascha. Het is een uitslaande brand. Op de 8 november 2010. Ondertussen zijn er... zoals jullie kunnen zien, houten planken voorgetimmerd. Hier en nu moet ik het hierbij laten. Oké.